gedachte van equalness en uniqueness, gelijkwaardigheid en uniekheid, is dat in feite iedereen gelijkwaardig is aan iemand anders en gelijktijdig is iedereen uniek. En als je die twee samen gebruikt, dan is daar veel meer nivellering en ontstaat meer vriendschap en ontstaat meer respect. En die boodschap die zit in die tekst die ik geschreven heb. En wat wil je daarmee in Amsterdam? Specifiek in Amsterdam wil ik deze boodschap uitdragen en overbrengen voor de mensen die dat willen in een speciaal gebouw waarbij in dat gebouw die boodschap bekeken kan worden in tekst, maar ook als kunstobjecten. Er zullen iets van 99 kunstobjecten zijn die boodschap reflecteren. En waarom is het belangrijk dat er komt? Het is sowieso al jarenlang belangrijk. En nu zeker met deze gebeurtenissen in Parijs. Maar in feite is het al jaren belangrijk. En ik werk er dan ook al jaren aan om juist meer dingen van vriendschappelijke dingen te krijgen in plaats van oorlogen en haat.